En daar komt de bal nu het strafschopgebied van Feyenoord in. Op de rand van het strafschopgebied. En daar is Van Hanegem een beetje aan het trekken. Ja, maar de tegenstander klopt. Juiste beslissing van Lobello. En een gevaarlijke positie voor Feyenoord. Een vrije schop even buiten het strafschopgebied. In het cirkeltje, vlak buiten de lijn. En Murdoch de rechtshalf van de schotten erachter. Bobby Murdoch. Daar komt een schot. Oh, hij hakt de bal achteruit. En dan komt er een schot van Gamel. Oh, wat een goal is het. Het is een goal van Gamel. Uit die vrije schot. Schitterend doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. U zag het, die vrije schot. Ik heb het u verteld. Onze vriend Murdoch stond erachter. En die hakte dat balletje achterwaarts. Voor de voeten van Gamel. Die een vliegend schot losliet. En daar komt Pieter Straatman niet bij. En na 29 minuten spelen leidt Celtic met 1-0. En nu zal Feyenoord moeten komen. Nu moet Feyenoord echt weg uit die verdedigende tactiek. Is misschien nog met 5 kwartier te spelen. Helemaal nog niet de moeite. Of nog een uur te spelen. Nog niet de moeite om alvaar bang te gaan spelen. Maar het zal er dan toch op de lange duur van moeten komen. En ja, nu zie ik dat er toch een vrije schop voor Feyenoord wordt. Ik vond het ook al vreemd. En Piet Romein gaat hem zelf nemen. Maar William stond daar braaf zo om een doelschop te nemen. En Haziel gaat de vrije schop nemen. Met een boogje voor het doel. Eruit gekopt. Nog een mogelijkheid voor Feyenoord door Moulijn er weer ingekopt. En dan een kans voor Israël. En het is een doelpunt van Israël. Rinus Israël met een schitterende kopbal heeft gelijk gemaakt. Die bal die kwam niet weg uit dat strafschopgebied van die schotten. En ten lange leste was het Israël die hem schitterend beheerst bij de verste paal voor Williams in het net kopte. En het staat 1-1. 2 minuten nadat Tommy Gamel, de nummer 3 van de schotten, de score heeft geopend, heeft Rinus Israël voor Feyenoord gelijk gemaakt. We hebben nog ruim 5 minuten en Feyenoord blijft in de aanval. Feyenoord mag nu komen via een vrije schop uit de middencirkel genomen door Rinus Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En komt daar een Hens. En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in het doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor met 2-1. Uwe Tienval heeft het dan toch gedaan nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepaste bij een hensbal. Iedereen appelleerde voor een penalty, maar Tienval liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord. En nog 4 minuten te spelen. Nog maar 4 minuten te spelen. Oh, dames en heren, ik zat hier te gillen. Want het was een hensbal in de stelte. Als u gekeken hebt, heb u dat gezien. En de scheidsrechter zegt, hij floot niet. En toen dacht ik, helemaal waar moet dat naartoe? En toen kwam dat doelpunt toch. En kijk nou eens naar de overkant. Het is grandioos. Die honderden vlaggen, die toeters, die mensen. Wat een blijdschap, wat een vreugde. De Europa Cup binnen het bereik van Feyenoord.